Nu de zeespiegel nog harder stijgt dan verwacht, de herfst is aangebroken en de podcastprijs maar weer een keer aan onze neus voorbij ging, hadden wij dringend behoefte aan een optimist aan tafel. En die vonden we. Want tegenover ons zit een verdediger die meestal goed lachs is, tenzij de scheidsrechter witte spray over zijn schoenen spuit. Als je snel naar hem kijkt en een beetje met je ogen knijpt, zou het een bekende jazzgitarist kunnen zijn. Maar het is toch echt AZ-verdediger International, Bruno Martens Indy. Welkom, man. Ja, dank je wel. Leuk dat je er bent. Ik kwam jou een week of twee geleden ergens tegen. En ik vertelde dat er een verhaal was ingezonden over iemand die met jou in een broodjeszaak op de foto wilde. Iemand anders vroeg, wie is die bekende Nederlander dan? En jij zou gezegd hebben, ik ben een bekende jazzgitarist. Ja. We moesten even checken of dat waar was. En jij verifieert dat toch? Dit klopt. Dat klopt, helemaal. Ik zie het ook eigenlijk. Ja. Helemaal niet. Maar is dat een personage wat je vaak hebt gebruikt? Want je hebt toch wel als je uitgaat dat je dan altijd een andere naam geeft. Maar deed je dan altijd, of dat je, Bart zei altijd dat je voetballer was, maar Thomas zei, dokter of zo. Maar zei jij dan... Bart zei dat zelfs zonder dat ze erom vroegen. Ja, ja, ik ben Bart en ik voetbal. Ja. En zei jij dan, ik ben Bruno. Nee. Dat is gewoon... uit spontaniteit, man. Gewoon uit het niets. Dat kwam in me op en ik dacht, oké, dat ben ik, man. Heb je iets muzikaals? Ik hou wel van... ik hou niet echt zozeer van jazz, to be honest. Ja. Maar ik hou wel gewoon van een goede beat. Ja, daar hou ik wel van. Lekker. Daar komen we, denk ik, op het einde even op terug. Want het liedje van de week moet ook Oké. Boys komen net uit een frontaal ongeluk op de A4. Stijf nekkie. Whiplash, wat is gebeurd? Ik rijd met vader mee in zijn nieuwe Ford. Uit een nieuwe auto? Hij heeft een nieuwe auto. Elektrisch of wat heeft hij? Nee, niet heel elektrisch. Klonk niet heel elektrisch. Maar dat klapje. Ja, we zaten in de kettingpas onderweg hierheen. Nee, ja, wij remden op tijd. Die achter ons remde ook op tijd. Die daarachter volgens mij ook nog. Die daarachter niet? Ja, maar we hadden niks. Dus, ja, ik heb me even moeten kalmeren, maar... Het ziet er geschrokken uit. Wie vaar? Die sensoren staan op scherp of zoiets. dat is wel echt waar. Dus dat is wel apart, maar gelukkig was er niks. Hebben jullie vaak een aanrijding gehad? Ik heb zelf twee keer, denk ik, meegemaakt, maar... Jij lijkt wel een type vriend. Ja, één keer. Ja, ben ik van achter op een teamgenoot ingereden. Dat was gek. Dat was je concurrent. Ja, was niet leuk, man. Hij stond stil van een stoplicht. Ik zat niet op te letten. En ik knalde. Je zat in de schaak achter het stuur. Nee, was niet best. Gelukkig moesten we allebei hem lachen. Maar hij moest wel even 3 dagen lang bij de fysio op het bankje liggen. Want zijn nek moest even losgemasseerd worden. Weet je zelf als het fokker nu is? Ik heb wel een tip voor wat je dus absoluut niet moet doen als je in een kettingbotsing zit. En dat is je auto weer starten, als je de voorste bent, zeg maar. Wij waren de voorste. Ja. Je auto starten en 20 meter verder op de vluchtstrook zetten. Ja. Want dat heb ik net gedaan en die andere auto's bleven gewoon staan. Dus als er echt schade was geweest, had ik nooit in te nemen nog bij die andere auto's gekomen. Zal ik nooit een schadeformuliertje in kunnen vullen. Dus dat is even de tip van de week. Ben jij net de rijder, Bruno? Ik ben wel net te rijden, ja, zeker. Ik hou me wel goed aan de regels, man. Ja, man. Nee, serieus. Zeg maar. Hij gaat hier lachen. Echt, serieus. Bekervoetbal deze week. Jullie waren nog vrij, hè, Bruno? Vanwege Europees voetbal. Ja. Lekker, want ik heb naar jouw schema zitten kijken. Een midweekje vrij is er niet bij, maar dat was nu de eerste keer eigenlijk. Ja. En we hadden ook een extra dag vrij gekregen. Want we hadden wel een zwaar programma, eerlijk gezegd. Ja. En nu... Ja, nu gaat het weer een drukke periode worden met Europees weer. En tenminste deze week en na de Interland, dan gaat het weer 3 wedstrijden in de week worden. Dus dat is wel... Wat heb je gedaan op je vrijdag? To be honest, niet veel, man. Ik was voornamelijk thuis, man. Want mijn zoon was niet zo lekker, man. Okay. Ja, man. Thomas? Vriend, ik zag jou zitten vanochtend. Ja. Een verlicht, man. Alsof er last van je schouders was. Ja, het zijn... Ze hebben weer gewonnen. Ja. Dat was even geleden. Dat was sowieso een tijdje geleden. Maar ik verheug me niet op dat soort wedstrijden. Wij moesten bij GVV in Veenendaal spelen. Ja. Ik heb twee of drie keer eerder... één keer eerder tegen amateurs gespeeld. Dan moesten we verlenging, alles erop en eraan. Penalties, gelukkig gewonnen. Maar dan ben je ook al niet opgelucht. Dan was het gewoon kut, hoe dan ook. En één keer in Noordwijk, Thomas, was jij er ook bij? Was bij, ja. Dan zijn we er ook nog afgegaan. Ja, het is gewoon kut. Er valt niks te winnen.
Je speelt ook niet tegen idioten. Ik bedoel, daar wordt nog wel eens geschetst van... ja, dan moet je even met 6-7-0 overheen rollen. Maar zeker als je daar uitspeelt, ze graven zich in. Ze maken het moeilijk. Het kan twee keer misgaan. En je zijn ook maar gewoon een simpel counter. We zijn ook een simpel counter. Maar ik moet zeggen, was niks aan de hand. We deden het prima. We hebben bijna niks weggegeven. Het was gewoon terecht overwinning. Dus ik zat er opgelucht bij. Want ik checkte even, denk een minuut 58 of zo, livescore. En toen zag ik jullie 0-0. Ik denk, tering, dat zal niet zo zeker zijn. Maar toen zag ik AFC... Ja, ja. 1-0 voor staan nog. Die stonden toen nog voor? Volgens mij wel. Tot de 65 minuten. Jullie moesten thuis tegen Heerenveen. Ja. Ik zat een keer aan de andere kant zeg maar, van het verhaal. Dus, ja, ja. En dat is wel lekker, moet ik zeggen. Ja, dat is heerlijk. Want eigenlijk maakt het niet zoveel... Ja, je zorgt gewoon dat je goed georganiseerd bent. Het maakt niet uit hoe laag je staat. Ja. Het gaat eigenlijk alleen maar om tegenhouden. En je kan uiteindelijk in de eerste helft, zeg maar, als je nog een beetje fit bent, dan krijg je ook best wel wat kansen om te voetballen tegen zo'n ploegen. Dus dat was echt leuk. En het liep en we speelden ook echt goed. Dus dat was, jullie kregen een hoop kansen, man. Ja, we als je de samenvatting hebt gezien, ik denk dat er nog 2-3 kansen niet in zitten, zeg maar, voor ons. Dat was echt jammer, want we hadden allemaal het idee van... We hadden ook allemaal hetzelfde verhaal. Iedereen zei van, ja, ik keek op de klok, 74 minuten, dacht, godverdomme, we gaan het rijden. Ja. En een minuut later... Dat had ik bij Cambuur vorig jaar ook, man, in de 70ste minuut. Ja. Stond er 1-2 voor, toen werd het 7-2. Maar bereid je dan ook gewoon voor als toen je... professional voetbal speelde? Ja, nu was het voor het eerst weer zeg maar, dat ik 's avonds speelde. Je zit Candy Crush spelen tot 2 minuten voor de wedstrijd. nee, maar dus... En de kinderen die waren bij mijn ouders, dus ik kom me nu eindelijk weer eens echt relaxed voorbereiden. Dus dat is gewoon een beetje hetzelfde. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook jongens die gewoon nog wel werken op die dag. Ja. Maar... En als voorbereiding, de videoanalyse kregen we allemaal beelden te zien van Heerenveen Ajax. Zeg maar, zo moet je het doen. Goeie voorbeeld. Goeie voorbeeld, man. Als je het gewoon doet zoals Ajax, dan komt het goed. Dan krijg je beelden op Berghuis. Lekker, man. Dat is mooi. Maar het was leuk. Echt volle bak daar zo bij AFC. Dat is echt een mooie avond. Nu, als je ervaart zeg maar, hoe het is... Aan de andere kant, dan weet je ook waarom het zo moeilijk is als profclub om daar maar eventjes te winnen. Want iedereen heeft gewoon 2 keer meer energie op een of andere manier. Ja. Dat is wel lachen. Want als zo'n trainer dan zegt, die gasten hebben niks te verliezen, dat voelde jij echt. Ja, dat is gewoon zo. Het is echt zo. Het maakt, ik bedoel, als je de bal hebt, maakt het in principe ook niet uit als je hem een keer verliest. Want dat is best wel logisch dat je een keer gaat verliezen. Dus, en dan zal je zien dat het dan ook vaker goed gaat dan slecht ineens. Dus wel mooi. Iemand wat gedaan verder? En jij bent naar die knokpartij geweest, hè? Ja, dat is wel mooi. Heb je iemand gekeken, toevallig? Niet gekeken. Nee. Glory, nee. Ik kijk er niet naar. Was het vet? Ja, was echt vet, man. En ik vond het allerleukste nog. Kijk, er waren gewoon hele mooie partijen. Maar er is één gast, Gökhan Saki. Die vocht voor het eerst weer. En die traint ook in de gym in Rotterdam. Waar Vaar en ik geregeld gekomen zijn. En die maakte zijn rentree. Maar hij is echt een legende, zeg maar, in die sport. Ja. Dus op het moment dat hij opkomt. Of gewoon als ze alleen al video's laten zien. Echt die zaal zeg maar, ontploft helemaal. Ja. Of het stadion. En ik vind altijd een heel speciaal... iets, wat ik eigenlijk bijna het vetst vind van heel die avond, is die walkout die ze doen. Er is dan een soort van lange rode lopen naar die ring toe en dan wordt iedereen helemaal gek. En hij kwam er dus en hij kwam met een nummer van Rocky Balboa, van die film. En dat is mijn, Vaar heeft veel lievelingsfilm, maar dat is zeg maar mijn lievelingsfilm. Okay. Dus dat was fucking vet. Ja. Maar, dus ik vroeg me af, ik heb wel een nummer waar, als ik ooit zou gaan vechten, waar ik mee naar buiten zou willen. Maar hebben jullie er misschien eentje? Ja. Ik ben benieuwd wat jij hebt. Ja, ga je denken waar ik even ik zou ook met die van Kanye West. Ik heb die in de eerste keer in ons afspeellijstje van Kanye West een keer een nummer gezet. En dat is? Used as Gospel heet die. Okay, dat is zo. Ja, zet ik hem ook even klaar. Jij weet er ook al nu. Ja. Ik heb erover nagedacht. Toe, jij toch ook of niet? Nee, man. Ik heb er overheen gelezen. We rijden neus. Het is wel mooi hoor, hoe je begint. Ja. Ja, daar zou ik mee komen, denk ik. Kan je al niet meer verliezen. Leuk. Nee. Tenzij je knock-out gaat. ik heb jarenlang toen ik... je weet, ik ben een gast van een beetje van bijgeloven en rituelen. Ik heb jarenlang aan het begin van mijn carrière... luister ik elke keer voor de wedstrijd hetzelfde liedje. Dat was I Am A God van Kanye West. Als ik nu de intro hoor, ik kan er niet meer naar luisteren. Nee. Het maakt me gewoon... Ik voel gewoon die spanning van die wedstrijden weer. Dus die wil ik absoluut niet horen. Toen dacht ik, ik zou het helemaal anders aanpakken. Het lijkt me mooi als iedereen heeft een opzwepend liedje. Ik zou voor het verrassingseffect gaan. Licht uit, stil in de zaal. En dan de trompet van Ibrahim Malouf. Die heeft een keer in ons lijstje gestaan. Ik denk dat die van jou kwam, Thomas.
met Beirut. En dan stel ik me zo voor dat je, nou ja, dat je dit een beetje hoort. Weet jij er eentje? Nou, ik kan me herinneren dat toen Badr Hari... Oh ja, sorry. Oh, je hebt wel onderbreken. Nee, maar... Het is op de record. Zet hem even op. Dit is goed. 10 seconden, je kent het. Maar dat is voel je de sensatie van een keer anders. Weet je hoe vet dat is? Conor McGregor, wat hij zeg maar in zijn hoogtijdagen deed, is dan werd die zaal werd helemaal donker gemaakt. Ja. En dan waren er alleen licht in de kleur van de Ierse vlag. En dan hoorde je zo'n Ierse volkszangeres met zijn hoge stem ook. De Foggy Dew heette dat. Ja. En dat ging dan uiteindelijk over in Notorious, van dat nummer. Maar dat had je in het begin ook zo'n beetje spiritueel-achtig. Ja. En dat kreeg je echt ziek kippenvel van. Weet je, waar zou jij mee opkomen? Ik kan me herinneren dat Badr Hari een keer met André Hazes kwam. Ik leef mijn eigen leven. Dat was echt... Ja, ik heb hem hier klaarstaan. Oh, die? Ja. Zo zou jij ook opkomen. Ja, maar die was echt mooi. Want dit was, als het goed is, was dit in Amsterdam of niet? In de arena? Ja. Ja, dit was wel mooi, hoor. Ja. Ik vond die vorige van Badr Hari tegen Rico vond ik ook vet. Het was een Marokkaanse nummer. Vond ik ook echt gruwelijk. Ja, die was ook leuk. Klopt. Nu is sowieso wel cool. Hij komt nu ook helemaal zo'n rode jas op. Je ziet gewoon die hartstof. Hij zat ook mee te zingen. Ja, die is het. Ja. Ook een leuke nummer. Ja, ja. Maar jij zou die maar doen... Maar iets in die trant zou ik wat rustiger... Jij? Ja, ik heb bij mijn oude club, VOC, hadden we altijd één zo'n nummertje wat we altijd opzetten voordat we het veld op gingen. Dus ik denk dat ik zit te twijfelen tussen Zing, Vecht, Hel, Bid, Lachwerk en Bewonder van Ramse Shaffi. Of die we toen altijd draaiden, maar die is van Ennio Morricone uit The Good, The Bad and The Ugly. Ecstasy of Gold heet het nummer. En dat is ook wel echt super episch. Dus klein stukje dan. Episch. Ik denk dat hij nu ergens gaat beginnen. Nu wordt hij maar. Ja. Oh ja, deze. Je komt sowieso veel mee. Ja. Echt zo vechtjes met elkaar. Ja. Ik vind het zo... Maar ook gewoon toen ik voor het eerst die film keek... Dat moment van dit nummer is zo gruwelijk, jongen. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Ben jij een vechter, überhaupt? In het veld wel. Ik ben wel een vechter, ja. Gewoon af en toe knok op de training, iets in die richting. Nee, niet echt. Nee. Wanneer was je laatste vechtpartij op training? Laatste vechtpartij op training. Was bij Feyenoord tijden nog, man. Ja. Met wie? Ja, man. Was met Pelle. Met Pelle. Dat zijn heel Pelle, man. Ja. Gaan ze maar. Ik heb dat niet. Als ik er nog eentje uit zou kiezen op de training bij Feyenoord, zou ik toch niet vertellen. Ja, we hadden gewoon een beetje een soort van koppigheid of zo. Ik zou Klaas niet gaan. Ja, dat liep eigenlijk niet zo goed af. Dat is gewoon zo'n klassiek moment van korte partijtjes. Iemand gaat hard erin, de ander komt verhaal halen. Juist, ja. Zo is het. Echt uitgehaald of niet? Nou, er werd wel geswingd, ja, klopt. En daarna ook nog om gelachen. Dus wel, of nee, daarna gewoon weer goed maken. En, mooi. Ja. Dat duurde wel, zeg maar, 2 dagen of zo. Ja. Oh, echt? Jullie spraken niet met elkaar. Ja, nee. 2 dagen niet. <nee. laughs> Maar oké, want dan moet er een moment komen dat de toenadering wordt gezocht. Hoe, trainer, spelers. Dat is echt bemiddeld worden. Ja, tuurlijk. Hallo, als je gaat, moet je echt gaan. Op de kamer bij de trainer komen. Nee, dan gewoon... van we leggen dat weer neer en we moeten weer verder. En jongens, hè, moet je wedstrijd weer belangrijk en voorbereiden. Je weet toch altijd. Handjes schudden dan? Volgens mij werden toen... schudden we elkaars handen niet, man. Okay. Nee, man. Nee. Boy. Ik heb dat nog nooit gehad. Dat ik langer dan het... Meestal is gelijk na de training... Ik denk bij mezelf wel, wat heb ik nou weer? Ik schaam me dan weer kapot van mezelf. Ja? Ik heb dus een driftbuig gekregen, de training en de liepsveld. Ja, en dan weet je wel, dan ga je weer. Misschien was het wel omdat ik was ook jong, hè. Ja. Weet je, ik zal nu heel anders reageren op... Want je bent rustiger geworden, bedoel ik. Ja, maar veel rustiger. Maar ik kan me wel heugen nog van die... wat daarnet over mijn grootste angst was eigenlijk dat Bruno me niet zou herkennen.
Nee, kom op, man. Even context geven. Ik zat in de A1. En Bruno speelde toen bij Feyenoord in het eerste. En ik moest toen geregeld meetrainen. maar ik kan me echt nog wel heugen van die tijd. Dat als je dan kleine partijen daar speelde. Dat liep vaker wel uit de hand dan niet. Ja, 100%. Want dan had je Jean-Paul van Gastel. Die stond er daarnaast. En die liep dan zo, bijvoorbeeld zo'n Klaasje echt zwaar op te naaien als hij aan het verliezen was. Ja, daar ging dan gewoon een keer het licht uit. En dan werd er overtraining gemaakt waarvan ik echt dacht van... Jezus Christus, wat gebeurt hier? Ja. En dan stonden ze gewoon echt te applaudisseren, zeg maar, langs het veld. Dus, ja. Ja, dat was ook wel een klimaat waarin het af en toe is... Ja, dat zeg je wel goed. Want dat, zo maakte ik het ook mee. Zo beleefden we het met z'n allen, denk ik, hè? Ja. In die tijd. Ja. Dan Toyfootje. Teufel. Teufeltje. Teufel. Ja, we hebben weer wat in het assortiment wat we kunnen aanstippen. Ja, maar ik heb nu even gewoon goed gezocht. Jij hebt echt goed gekeken, ja. En ik heb een product gevonden waarvan ik ook hoop dat ze me gaan toesturen naar deze. Dat zijn de, goed zeggen, Noise Cancelling koptelefoon Real Blue NC80. Is normaal dan €230, heb ik hier staan. Is al afgeprijsd naar €150 en met de voucher is veranderd, is nu Sport 10. Kan allemaal hoofdletters of met alleen de hoofdletter S. Is hij nog maar €135. Maar noise cancelling is vrij belangrijk. Want jullie weten, ik ben tegenwoordig jong professionals. Ik werk veel thuis. En mijn wijf zit ook thuis te werken. Ja. Die praat nogal veel. En ik kan daar hebben meer mensen last van in deze tijd. Kom wel eens bij jou thuis, vriend. Ik heb het idee dat je ook wel wat noise cancelling kan gebruiken. Kom op met die dingen. Even kijken. We hebben het over noise cancelling. Ik heb er nog eentje thuis liggen voor je. Ik heb eentje van Teufel. Ja? Ja, noise cancelling. Die kan je zo gebruiken. Normaal 230. Jij hebt ze nodig thuis. Nee, ja, ik heb twee kinderen thuis. Dan heb je geen noise cancelling nodig. Maar niet eens. Dus nou ja, dat is te vinden op Teufel. audio.nl. En de kortingscode nogmaals was Sport10. Volgens mij met allemaal hoofdletters. Ja, maar ja. Kan ook zonder. Het kan ook met alleen de eerste letter hoofdletter. Sport10. All right. Bruno, jij bent geboren in Portugal. En jij hebt volgens mij veel met dat land. Je spreekt de taal. En wat ik ergens las is dat je... Als je je toekomst voor je ziet, dat je wel oud zou willen worden in dat land. En dan vraag je me echt af, hoe ziet dat er dan uit? Je stopt over een jaar of weet ik veel, 10 of 8. Zit ook helemaal te glimmen gelijk. Hij moet helemaal blij. Dan vertrek je naar Portugal en dan hoe zie je dat leven dan voor je? Ik ga niet stoppen over 10 jaar of zo. Ik ga eerder stoppen, denk ik. Ja, maand of zo. Denk ik. Maar hoe mijn leven dan eruit gaat zien, ja. Ik heb nu, we hebben twee kinderen. Ik denk dat natuurlijk ook belangrijk is van wat mijn dochter gaat doen en waar ze dan zijn en mijn zoon ook. Maar hoe ik het nu zou voorstellen is, ja, gewoon genieten van de zon, man. Ja, ja man, gewoon, genieten van de zon, kijk, relaxed. Laten we wel eens... Goed eten. Wij moeten nog even werken na onze carrière. sterker nog, Maarten is eigenlijk al begonnen met werken na zijn carrière. Tijdens mijn carrière. van jou schat ik zo in dat je het wel even uit kan zingen. Maar dan heb je hele dagen voor je. Ik zou het ook kunnen, hoor, lekker van de zon genieten. Maar wat ga je doen dan? Ja, ik denk als ik stop met voetballen, dat ik even een tijdje even niks ga doen. Ja. Maar ik denk dat het wel gaat kriebelen bij me, dat ik iets moet gaan doen. Maar in die tijd zit ik nog niet in Portugal. En dat, want over vijf jaar, als ik ga stoppen, dan zit ik nog niet in Portugal. Maar nu denk ik van als ik 20 jaar verder of 30 jaar verder bij spreken en de kids zijn groot, dan ben je bijna een soort van helemaal gepensioneerd. Ja. Weet je wel, dan geen ene verplichting. Dan denk ik gewoon... Wij niet, hoor. Ja, jullie ook, boys. Jullie ook. Gewoon tot mijn 67 geboren, ben ik bang. En dan gewoon gaan genieten van het leven een beetje. Ja, wat ga je... Ben ik ook wel benieuwd wat je tot die tijd gaat doen dan. Eerst even niks. En hoe zie je jezelf... Nou, het is best grappig, want wij spraken net voor de uitzending van... Ik zou bijvoorbeeld in het voetbal maximaal assistenttrainer willen zijn of zo, weet je. Nooit hoofdtrainer of zo. Ja. Alleen maar assistent en echt dicht op de groep. Echt een vertrouwenspersoon zijn voor de groep. En echt werken met de jongens en zo. Dat zou ik echt wel ambiëren of zo. Ja. Als ik in voetbal zou blijven. En anders is het misschien technisch directeur. Maar ja, dat is heel veel gebel en alles, man. Dan denk ik ook bij jezelf, ben je er net uit? Ja. En dan krijg je elke keer die gekke agenten die je tegenwoordig allemaal bellen. Dus is ook een beetje... Maar hoezo geen hoofdtrainer? Ik denk niet dat dat bij mij past, man.
Ik ben het beste wanneer ik... ik ben een verbinder sowieso. En ik ben ook... Ik kan best met spelers, zeg maar, de uiterste uit hun halen of zo. Echt motiveren. En ik denk dat daar mijn kracht ligt. En als assistent, dan doe je veel minder jongens pijn op het moment als je keuze moet maken. Hè? Als je... Ik ben gewoon te lief eigenlijk om hoofdtrainer te doen. Nee, want ik heb ook een kant wat heel vrij hard kan zijn. Maar als assistent denk ik van, nee, ik zou minder soort van dat politieke... uitdragen naar de jongens toe. En daar ligt mijn kracht, denk ik. Ja, ik begrijp wel wat je zegt. En verveel je die rol nu bij AZ ook al een beetje als gewoon... Je bent natuurlijk ervaren jongen, je hebt veel meer gezien dan de meeste jongens die daar spelen. Op basis van mijn persoonlijkheid, dan ik ben wel een verlengstuk van de technische staf na bepaalde aspecten in het voetbal. En ook vice versa, van de spelersgroep richting de technische staf. Voornamelijk heb je daar de aanvoerder voor. Nou, ik ben als tweede aanvoerder, dus ja. dan vervul je die rol ook. Ja, je hoeft niet per se aanvoerder te zijn om die rol te pakken. Nee, inderdaad. En ja, dat ligt mij trouwens ook wel. Ja, dat je niet de aanvoerder bent die... Dat hoeft niet per se. Dat had ik ook altijd. Ik wilde absoluut geen aanvoerder zijn. Ik ben een paar keer... Heb ik die band wel gehad, maar voel ik eigenlijk niks. Ja. Dat boeide me allemaal niet zoveel. Maar hoezo, wat staat hier zo? Ja, ik weet niet. Er zijn gewoon mensen die houden wel van die status. Dat ze een soort van de belangrijkste speler zijn die op het veld staat, zeg maar. Noem ze namen. Nee, dat zie je echt niet goed, man. Ik heb het zelf. Ik vind het... Ik hoef die eerste band ook niet. Er komt ook heel veel verantwoordelijkheid bij kijken. Ja, nee, dus waarvan je ook zin moet hebben om het te dragen. Vooral buiten het veld, denk ik. Vooral buiten het veld. Maar ik zou me heel erg... Zeg maar, als de leider van de groep wordt aangewezen... Zou ik het me misschien meer dan noodzakelijk het lot van het team aantrekken. Ja. En dat zou mijn eigen spel überhaupt niet ten goede komen. Maar ik denk dat het team daar ook niet zoveel aan heeft. Dus die rol moet je heel erg passen. En het is wel fijn om een rol daar omheen te hebben. Dus wel, je wil wel invloed in het team hebben of niet. Maar dat zou ik wel willen. Maar die verantwoordelijkheid assistent aanvoerder is ook meer dan genoeg. Nee, maar wat jij zegt, Brune, bij Excelsior heb ik een beetje tussen de trainers en de spelers in. En dat is wel, dat is ook gewoon echt een vette rol. Zeker. Als dat je ligt, zeg maar. Dat is echt, ik vind het echt tof. Je krijgt heel veel energie, zeg maar, van als je het idee hebt dat wat jij doet, dat ook een beetje opgepikt wordt en dat mensen er blij mee zijn. Zo. Ja. Dus ik kan wel begrijpen dat je als hoofdtrainer moet je natuurlijk keuzes maken. Gaat je hoofd als eerste op het hakblok als het niet goed gaat, zonder dat je daar misschien zelf altijd wat aan kan doen. Dus dat zijn ook wel dingen die je misschien wel helemaal niet moet willen. Maar vind je dat, die positie, die is ook vrij moeilijk om in te vullen, of niet? Nou, vind ik eigenlijk niet echt. Vind je van niet? Nee. En waarom niet? Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je betrouwbaar bent en dat je eerlijk bent tegelijkertijd, zeg maar. Dus, dat is voor jou best wel lastig om te vervullen dan. Alleen maar zagen hier. Ja. Het is geen veilige omgeving. Dus niet alles wat spelers tegen jou zeggen moet je zo één op één in de kamer van de trainers droppen. En andersom natuurlijk ook niet. Dus daar moet je gewoon heel goed naar kijken. En als je tegelijkertijd ook eerlijk wil zijn, wil je wel dat je dingen die belangrijk zijn, dat je die ook gewoon wel zegt. Dus het is wel een lastige rol. Ja. Dus daar speel je wel vaak mee. Want je moet gewoon betrouwbaar blijven voor iedereen. Anders is je rol weg. Ja. Je doet nou ook gewoon het meest op gevoel, toch? Denk ik. En ik ben niet anders nu als trainer dan dat ik was als speler. Dat is ook wel... Maar jij hebt wel de ambitie om hoofdtrainer te worden. Ja. En dus maar ik ga je een paar jaar bellen. assistent. Nee, mij lijkt het mooier gewoon. Ik heb dat altijd gedaan ook toen ik bij de amateur speelde. En dat vind ik gewoon vet. Ook gewoon een beetje eigen plan maken. En nu vind ik het ook hartstikke vet om in de staf te werken. Maar dat is wel mijn ambitie. Mooi, mooi. Mooi hoor. Ja. Hebben jullie zin in een voetbalverhaaltje? Ja, let's go. Er werd er wat leuks in gestuurd. Ik heb zoveel zin in deze. Dat is beter of slechter dan Bruno de Jazzgieter. Ja, ik denk zelfs dat deze beter is dan Berlusconi. Hij komt uit het hoge noorden van iemand die zichzelf Beer noemt.
beetje anoniem en ik begrijp ook waarom. Ja. Twee minuten snap ik niet helemaal waarom dit anoniem geschreven is. Okay. Op een regenachtige zaterdagavond was ik bij een vriend voetbal kijken. Fortuna Sittard FC Groningen. Een hartstikke trieste wedstrijd waar FC Groningen niet verder kwam dan 0-0 tegen 10 man. Iedereen was belabberd, maar één iemand sprong er echt uit. Aanvaller Aiden Rustic viel in en was echt verschrikkelijk. Een goede vriend en ik hadden wat biertjes op. We waren beide zondag vrij en gingen maar even tweemans op stap. Ondertussen goed in de olie, maar nog steeds geïrriteerd over die dramatische wedstrijd. Wij de club binnen, entree betalen, twee biertjes bij de bar halen. Beiden een beetje zoekend, de club rondkijkend. Zie ik daar opeens mijn zus staan. Nou, hoe was je avond? Vroeg ze. Ja, kloten natuurlijk. Groningen was diep triest tegen 10 man. Alles was gewoon kut. Komen er ineens drie gasten Club Kokomo binnen. Michael Breij, Samir Memisevic en jawel, de slechtste invaller van Groningen zeide, Aiden Rustic. Ik was een beetje onder de indruk, want ja, die gasten spelen toch voor de club waar ik fan van ben. Zij de dansvloer op, ik er een beetje bij staan met die vriend van mij. Zij halen 9 ballonnen. Die vriend van mij had er ook maar 2 voor ons. Wij lurpen aan dat ding, een beetje stom aan het spacen. Komt mijn zus bij ons staan. Nou ja, hartstikke gezellig, dit en dat. Zie ik Aiden Rustic al een beetje kijken naar ons. Sorry. Oh, ik ga het gesprek aan met de heer Rustic. Beetje stom in het Engels lullen over hoe kut die wedstrijd wel niet was. Ik moet zeggen, Aiden had geen zin in mij. Weer zo'n stomme fan die met hem wil praten. Mijn zus kijkt naar ons hoe we zitten te lullen. En ja hoor, ze komt er ook maar bij staan. Ik was er klaar mee, die vriend van mij ook. Wij naar huis. Zus zegt, ga je mee? Nee hoor, zus blijft nog even hangen. Nou ja, dikke prima, veel plezier. Het was ondertussen ook al 3 uur of 4 uur. Ik lekker naar huis, half smoor op die fiets, word ik de volgende ochtend wakker. De familie had afgesproken om 11 uur 's ochtends te ontbijten. Ik was aanwezig, maar er was 1 stoel leeg. Pap, waar is zus? Ja, zus, die sliep bij een vriendin. Prima, zou je zeggen. Krijg ik om 11:45 's ochtends een berichtje. Beer, kan je mij met de scooter komen ophalen bij dit en dit adres? Prima, ik onderweg. Ik aanbellen bij dat huis. Wie doet er open? Die dramatische invaller Aiden fucking Rustic. Welkom, mooiste. De begrafenis van mijn opa was erg, maar dit... Het erge van het hele verhaal was dat ze nog trots was ook. Mannen, ik heb een traantje gelaten. Mijn zus heeft krom gestaan voor Aiden Rustic. So. Tot op de dag van vandaag kijk ik er niet recht in de ogen aan. Was getekend Beer uit het Hoge Noorden. Ik vond hem wel lekker. Ik heb wel ziek ook dat hij mee verstuurde. Ja, ik vond hem wel lekker, ja. Hij stuurde op Instagram iets van tevoren. Hij stuurde, ja, ik heb een leuke anekdote over Aiden Rustic. Komt erop neer. Hij heeft mijn zus geneukt. Stuur maar in, zei. Goed, kan je hier overheen? Dan stuur van harte in op korpodcast@gmail.com. Hoeveel sterren? Ja, ik geef hem volle 5 sterren. Bruno, zeg maar. Beter of slechter dan ik geef hem een 4. En ik zou hem een 5 geven als hij niet meer had gezegd, ik kijk er niet meer aan. Ja, ik vind van dat hij wel... Ja. Hè, moet gewoon kunnen. Nou, live and let live sowieso. Ja. En hij moet zijn emoties eruit halen. Man. Ja. Oh, man. Ja, man. Tot aan de laatste zin was het 5 sterren. Maar ja. Okay. Ik hoop gewoon dat hij het goed maakt. Laat me zo zeggen. Ja. Weet je wel? Kijk er gewoon weer recht in de ogen aan. Het is en blijf je zus. Oké, een ander mooi verhaal. We kunnen er niet omheen. Jij bent altijd vrij open over de trainers die je hebt gehad. En vooral dat je ook een bijzondere band met ze hebt. Dat je bijzondere trainers hebt gehad. En één ding wat er absoluut uitspreekt is dat jij thuis bent geweest bij Louis van Gaal. Ja. En ik zeg je eerlijk, ik word er ongemakkelijk van als ik het uitspreek. Maar ik vind het wel heel vet. Ja. En eigenlijk willen wij daar alles over weten. Oké. Doe je schoen uit? Volgens mij vroeg ik of ik mijn schoenen uit moest doen aan Truus. Volgens mij zei ze, nee, laat me aan. Maar ze hadden zo'n mooie 40 graden vloer, jongen. Dat was niet normaal. Het was donker, weet je wel. Ja, maar wacht even. Wat was de reden van jullie afspraak? Dat had te maken met dat hij mij toen vertelde dat ik naar het WK, zeg maar, ging. Ja. In die tijd zat ik niet zo heel lekker in mijn vel. Ja. En prestaties waren ook wat minder, et cetera. En volgens mij wou hij mij echt dat boost geven van, hey, maak je niet zorgen, et cetera, weet je, het komt goed. En toen vertelde hij mij van, hey, je gaat naar het WK, maar houd het nog voor je en zo. Dus dat was wel mooi dat hij dan zijn huis openstelt. En dan komt er een belletje of een appje van Bruno. Kom langs, want ik zat niet zo goed in mijn vel, weet je wel. Ik voelde me niet goed, ik speelde ook niet echt goed. En met hem had ik al
zo'n goede band. Ja. En ja, ik denk dat hij gewoon een helpende hand, zeg maar, wou uitreiken naar mij. En dat, ja, dat deed hij door middel van mij uit te nodigen bij hem thuis. Wat is het voor huis? Het was een appartement. Oké. Okay. Ja, een mooie. Visgraat. Het was een mooie, donkere visgraat. Ik dacht wel, dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Was je op tijd? Want je was hier, je was als eerste, je was een half uur voordat wij er waren bijvoorbeeld. Ik was op tijd. Ik was op tijd. We hadden volgens mij in de avond, was ongeveer 7 uur of zo afgesproken. Ja. Ik was wel op tijd, ja. En waar gaat het dan over, vanavond? Geen over voetbal, maar ik kon ook mijn emotie kwijt, wat ik nou echt kwijt wou en zo. En toen zei hij gewoon van maak je niet druk, alles komt goed en zo. En toen vertelde hij me dat gewoon, man. Hij laat iedereen, zeg maar, in zijn kracht te komen, waardoor het team uiteindelijk heel sterk. Dat zie je nu ook bij het Nederlands zelf. Ja. Hoe zorgt hij bijvoorbeeld bij jou dan dat je zelfverzekerd was? Door mij wel kritisch te benaderen, maar ook echt echte complimenten geven, zeg maar, weet je, van hey, als je dan iets goed doet, kijk, je hebt een manier van hey Bart, je hebt het goed gedaan. Ja. Bart, uitstekend, jongen. Snap je? Er is een verschil van benaderen. Je hoort wel van die fragmenten ook bij die training. Wesley geweldig! Wesley geweldig. Kijk, dat werkte toen bij mij wel, zeg maar, goed, weet je. En bij sommigen kan het ook totaal averechts werken. Ik geloof daar ook wel in. Het is, kijk, als je dat dan op tv zit, dan schiet je soms een beetje in de lach. Maar zeg maar, motiveren, aanmoedigen, inspireren, dat doet ook iets met je. De bedoeling is soms ook dat je als voetballer gewoon lekkerder in je vel gaat zitten op dat veld. Exactly. En daar heeft hij blijkbaar veel gevoel voor, denk ik. Ja, hij kan heel goed, zeg maar, het positieve van een speler belichten. Ja. Weet je wel? Dat is echt een vorm van goed managen van een speler. Weet je, of van een persoon. Dus inschatten of je dat kan. Ja. En niet zozeer de nadruk leggen op iets wat een speler niet zo goed kan. Weet je, en dat laat hij terugkomen. Bijvoorbeeld in aanloop van een wedstrijd. Ik zeg maar iets. Als je een back hebt die niet zo heel snel is, dan moet die. Je gaat niet eens sneller rennen, weet je wel. Door te zeggen, je moet tegen een sneller buitenspeler alsnog sneller proberen te rennen. Ja. Je kan het ook oplossen door gewoon zit kort, zodat hij niet aangespoord kan worden. Ja. En je linker centrale, in dit geval ik, die heeft de diepte. Weet je wel? Dus, en zo laat hij alles in zijn kracht. Juist, inderdaad. Maar is hij ook hard? Ja, keihard. Hij is keihard. Op jou ook? Ja, ook op mij, ja. Wat de reden daarvan? Ik ben een speler, zeg maar, ik heb een goede paas tussen de linies. Ja. Maar ik was een interland. En ik denk, weet je wat, oké, huppa, doen. Werd die onderschept. Ja. Konden ze gewoon zo vrij doorlopen richting de goal. Nou, ik kwam in de rust binnen. En hij begon rustig en in, zei hij van, hey Bruno, je kan ook gewoon, je hoeft daar ook niet te staan, hè? Ze kunnen gewoon makkelijk lekker doorlopen. Oh, ja. Weet je wel, en hetgeen is me zo aanpakken. Van, je moet je risicoafweging, weet je wel, hanteren, et cetera. Dat is natuurlijk niet lekker. Nee. Het is wel, het is grappig dat je, zeg maar, dat je bij hem thuis komt bijvoorbeeld. En ik heb het nooit meegemaakt. Is er iets van ongemak tijdens zo'n avond? Nee man, voor mij niet. Ik ben iemand, ik weet niet, ik kijk niet echt op of zo. Snap je? Van, kijk, ik ga bij de bondscoach langs. Of ik ga bij... Nee, die dag ging ik gewoon langs bij Louis van Gaal. Zeg maar. Snap je niet... het is de bondscoach. En met de gedachte van, ik moet me zo gedragen. Weet je dat dan helemaal niet? Want we hebben volgens mij wel eens gesprek over gehad. Dat, zeg maar, een gesprek tussen speler en een trainer is altijd een beetje ongelijkwaardig, zeg maar. Want trainer is de leidinggevende. Er zit altijd iets... Dat is mijn ervaring. Er zit altijd wel iets ongemakkelijks aan, zeg maar. Dat je niet helemaal vrij kan praten. Ik weeg altijd mijn woorden. Ik woog altijd mijn woorden. Ja. Kijk, bij ons was ook de eerste ontmoeting was gelijk spot on. Ja. Hij zei toen alles goed. En dan zeg je met jou. En hij zei tegen mij van, zeg je geen u? Ik zeg alleen u tegen mijn vader. Snap je? Dus, en ook uit respect gewoon. Hè? Maar hij kon dat wel waarderen of zo. En dat was gelijk... Dus hij liet wat hij misschien verwacht, liet hij mij weten. En ik liet zien vanuit mijn kant wie ik een beetje ben, snap je?
En dat, ja, dat, dat ging gewoon heel goed samen. Leuk. En dat, ja. Maar ja, jij bent ook wel, je bent sociale makkelijke gozer, schat ik zo in. Jawel. Kan je je ook voorstellen dat bijvoorbeeld bij ons, dat wij het ergens een beetje ongemakkelijk zouden vinden? Ja, ik denk dat, kijk, ik zou dat wel kunnen begrijpen, ja. Natuurlijk. Want kijk, het ligt er ook aan hoe je bent, een beetje als persoon, ja. Weet je wel. Maar tuurlijk, in eerste instantie, als je gewoon ziet van oké, trainer, ja. En spelen, dat is het eerste wat je ziet. Ja. Dus ja, er is wel een bepaald soort respect, level, ja. Van respect waarbij je kan denken, ja. Van, dat is een beetje ongemakkelijk eerlijk gezegd. En spelers onderling zouden ook zo kunnen kijken naar bijvoorbeeld mij. Ja. Van, met welke gedachten loop jij gewoon dit te doen, et cetera. Zoiets van de trainer. Je hoopt zeker dat je, weet je wel, je weet dat zulke gedachten ook. Maar ja. Ja, op basis van kwaliteit. Ja, ik heb wel eens... Ik ben toen nadat Alex Pastoor ontslagen is... ben ik nog naar hem toe gegaan, ja. Om gewoon alles te bespreken. Maar dat is weer wat anders. Maar dat was ook niet echt ongemak. Maar ik heb wel één keer gehad... hadden we voor het sportgala van het Rijnmond Sportgala, ja. Georganiseerd. TV Rijnmond was ik genomineerd als best speler. We waren genomineerd als best team. En Alex was genomineerd als best trainer. Toen gingen we... met mij, Madelon, Michel Breuer als, ja. Aanvoerder en zijn vriendin. Ja. En Alex en zijn vrouw en Michael Reiziger. En Michael Reiziger was alleen. Gingen we uit eten. Ja, dat was wel een beetje ongemakkelijk. Ja. Dat was wel een beetje... Jullie hebben toch van tevoren bedacht waar je het over moest gaan hebben? Ja, dat hadden we gedaan. Ja, een lijstje bij ons. Ja, Mies en ik hadden een grap bedacht. Dan hadden we een appje gestuurd, ik naar Michael en Michel naar Alex met daarin onderwerpen waar we het over konden hebben, mocht het stilvallen van tevoren. En Michael reageerde helemaal niet daarop en Alex die vond het allemaal. En wat stond er op het lijstje? Ja, dat weet ik echt niet meer. Dus ik zou moeten kijken of ik het nog heb, maar ik denk het niet. Easy Toys paneltje. Laten we eens even kijken wat... kijk, en ook als Bruno het zo vertelt, dan... Je ziet eigenlijk wel gelijk wel een beetje voor je hoe dat dan bij jullie heel relaxed, zeg maar, kan zijn. Maar ik heb gewoon zelf heel erg, als ik denk aan dat ik met een trainer uit eten zou moeten gaan. Of bij hem thuis langs. Zeg maar, ja. Ik sla al dicht, zeg maar, bij het idee. Ja. Ervan. En ik voel me gewoon af hoe dat zou zijn, zeg maar, in de kleedkamer. Of meer jongens dat zouden hebben. Dus daarvoor gaan we even naar het Easy Toys kleedkamerpanel. Spreek hem even in. Ben je daar bekend mee? Nee, maar ik weet wel dat... Met Easy Toys wel bekend? Nee, ook niet. Ah, nee. Dat is een mooie website. Moet je maar een keer spreken. We hebben op Twitter nog een top 3 gegooid deze week. Maar mensen vonden te veel vibrators, maar maakt niet uit. Onvoorstelbaar, voorspelbaar, stomende meningen en trillende peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek www.easytoys.com en gebruik de kortingscode KORPOT15 om de kleedkamervibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen. Sterk. Cijfertje? Ja, 7. Oké, okay, mooi. Ik heb gevraagd of er welke spelers überhaupt wel eens bij een van hun hoofdtrainers thuis zijn geweest. Denk je hoeveel... Laat ik zo zeggen, ben jij wel eens bij een hoofdtrainer thuis geweest, Bart? Nee, nooit. Bruno? Ik denk misschien 40%. Ik denk vaak aanvoerders. Ja? Ja, ik denk het wel. Of als je een nieuwe speler bij een club wordt gehaald door een trainer. Ja. Dat gebeurt wel heel vaak, hoor. Ja, dat zou wel goed zijn, maar ik heb eigenlijk niet de indruk dat het vaak gebeurt. Maar het 20% zou kunnen zijn misschien. In ons panel. 20%. Ja. Okay. Dus dat vond ik op zich nog... 1 op de 5. Ja, op zich redelijk. De vraag stelt, als je door je huidige coach zou worden uitgenodigd voor een diner bij hem thuis, alleen jij, zou je dan gaan? Ja, dan zegt 30% maar ja, maar dat geloof ik eigenlijk geen. Nee. Als je moet, ben je daar. Maar iemand zegt heel eerlijk, ik zou niet willen, maar ja, je hebt ook bijna geen keuze. Als hij je vraagt, kan je moeilijk nee zeggen. Ja, dat is het denk ik ook een beetje. En iemand zou wel willen, want hij zegt, het schijnt dat zijn vrouw een goede pijl kunt maken. Maar ik weet niet wie dat was. Maar bij mij kwam het dus heel erg... vanuit dat gevoel van ongemak. Ja. Dus de volgende vraag was... heb je wel eens een echt ongemakkelijk moment gehad met een trainer? Dan kwamen twee wel mooie mini-anekdotes uit. Iemand stuurt in een café midden in de nacht... met een andere vrouw dan zijn eigen aan een tafeltje tegenkomen. Nee. Konden we allebei om lachen. Zo. Ja. Dan heb je eigenlijk een keer een beetje leverage over je trainer. Dat is ook wel lekker. En iemand stuurt op Ibiza teamuitje. Ik bedreef de liefde met een dame. Maar de kamers waren heel gehoorig. En de trainer zat toevallig een kamer naast ons. Wat ik dus niet wist. Ah. Zo. Wauw. Ja. Zou het ongemakkelijk worden, dag daarna?
Ja, ik was erbij. Ik was erbij. Welke trainer? Ik kan me het nog goed herinneren. En de trainer benoemde het ook gewoon de volgende training. Dus het was bij Sparta. Ik heb het niet ingestuurd. Ik heb zelf iets... We hadden de dag daarna een uitlooptraining. Moest je zo'n kringetje bij elkaar komen. En de trainer benoemde dat gewoon gelijk. Over die speler. Van, serieus? Goed nacht, gigant. Oh, wow. Dat was geweldig, ja. Dat is niet fake. Ja, ik heb zelf één keer gehad dat ik... dat was ook een teamhuis, was in Barcelona. Had ik zoveel gezopen dat ik op een gegeven moment terug was in het hotel. Dat ik behoorlijk aan het overgeven was. Ja. En dat wilde ik toen, denk ik, gewoon naar een paar gasten sturen in het team. Dat het niet helemaal in orde ging. Maar toen heb ik dus in de groepschat waar de trainers, de staf en de hele mikmak, volgens mij zelfs de technische man bij zaten, dat ik iets van 14 keer had overgegeven. Maar ik had het helemaal niet door. Dus kwam ik de ochtend na bij het ontbijt. Dus toen kwam ik, en voor mij was het Maurits. Ik denk dat Maurits Stijn naartoe riep, want het was het jaar bij VVP, die riep, lekker geslapen. Dus dat was veel ongemakkelijker en dat is voor mij niet geworden. Iemand stuurde nog even anoniem naar mij. Ik ben wel eens bij de trainer thuis geweest, maar dat had meer met zijn dochter te maken. Zo. Ja, misschien kan je wel zeggen welke trainer. Laten we even in het midden doen. Alright, dat was hem toch? Ja. Goed, dan... Kortingscode, Easy Toys. Heel belangrijk. Wat is de code? Voetbal 15. Is aanraden, zo Bruno, echt. Voetbal 15? Voetbal 15. Nee, Korpot 15. Korpot 15. Oké, okay, ik clip het uit. Kortingscode, Easy Toys. Korpot 15. Aanradertje, Bruno. Alright. Dan een andere trainer waar jij volgens mij wel over te spreken bent, is de trainer die je bij Porto hebt gehad. Ik zou zeggen Lopetegui, maar misschien spreek ik het verkeerd uit. Ja. Spreek het verkeerd uit? Hoe heet hij? Lopetegui. Oké. Lopetegui. Dan ga je al. Lopetegui. Ja, lekker man. Ja. Dat is een Spanjaard toch trouwens? Spanjaard, geen Portugees, ja. Wat vond je... Bask. Het is een Bask. Oké. Okay. Ja. Wat vond je zo bijzonder aan hem? Zijn persoonlijkheid vond ik heel, heel bijzonder. Hij was een trainer. En ik weet dat hij het nu ook nog zo is. Ja. Van hem maakt het totaal niet uit wat de buitenwereld denkt of wat dan ook. Hij laat de spelers is gewoon... Nou, de spelers zijn voor hem gewoon net kinderen. Ja. Weet je wel? En als er een bepaalde druk is, hij legt alle druk gewoon bij hem. Gewoon, weet je, ook kritiek, et cetera. Hoe deed jij dat dan? Door... stel je voor dat er een vraag was of in de media over bepaalde spelers en ze wouden die richting ingaan van om die speler te bekritiseren. Ja. Gewoon voor de camera tegen die journalist ingaan. Maar echt, snap je? Niet. Ja. Dus toen hij zeg maar weer feedback gaf daarover in de groep, dan kon je ook gewoon zien qua passie, qua alles, weet je wel, van hey, ik kom voor je op, weet je wel. Ik had een keer een rode kaart volgens mij in het Nederlands elftal gekregen. En hij kwam toen ook voor mij op vanuit daar, weet je wel. Van, het is niet alleen maar Bruno's fout, weet je wel. Ja. Dat wij toen destijds niet naar het EK waren gegaan. Want zo kwam het een beetje, zo kwam het een beetje in de media terecht. En hij kwam gewoon voor zoveel spelers op. En hij maakte je ook gewoon beter, weet je wel. Zo, als je een fout maakte bijvoorbeeld. Maar je intentie is altijd zuiver geweest en goed. Ja. Ja, dat ging hij gewoon je helemaal ophemelen van... Hey, ik geloof mij, maak je niet druk. Ja. Weet je wel? Ja, dat vond ik zo vet. Dat vond ik zo vet. Ja. Weet je, terwijl jij speelde zeker in het begin niet eens altijd daar, toch? Of je hebt een tijdje juist wel. Juist ja, wel en daarna heb je een tijdje niet gespeeld ook. Maar dat heeft geen afbreuk gedaan aan hoe je naar hem kijkt. Als nee, absoluut niet. Kijk, toen hij werd ontslagen... Ja. Toen speelde ik een periode niet... En we hebben altijd gewoon een hele goede band gehouden. Ja. Hij was gewoon de trainer die mij heeft gehaald. En ook het eerste moment dat ik hem zag. En we raakten zo makkelijk aan de praat over voetbal. En hem als persoon, hij is gewoon een 10, man. Ja, man. En heb je ook zeg maar, op voetballend gebied iets specifieks van hem geleerd? Wat jou verder heeft geholpen? Persoonlijkheid hebben, man. Kijk, als je bijvoorbeeld je geeft een slechte paas of zo. Ja. Vroeger ging ik daar echt mee zitten, weet je wel. En door hem eigenlijk kon ik dat heel goed, zeg maar, plaatsen. Gewoon een beetje een soort van scheid of zo krijgen. Ja. En zo traint hij ons ook destijds. Van gewoon helemaal scheid hebben. Ja. Helemaal scheid hebben. En vanuit daaruit,
Weet je wel, maar dat is door de jaren heen wel een beetje verminderd bij mij. Maar je hebt minder scheid gekregen door de jaren. Ja, natuurlijk. Omdat je op een gegeven moment voel je iets meer verantwoordelijkheid, weet je wel. Ja, van, ja, ja. Oh nee, je moet dit moet wel echt goed lopen, weet je wel. Ja, ja, oké. Maar wanneer was je beter eigenlijk? Nu je dan iets veiliger bent of toen je het meest scheid had? Dat is een goede vraag. In die periode speelde ik misschien een van mijn beste soort voetbal, vond ik zelf. En nu, het heeft ook met een hele teamdynamiek te maken, weet je wel. Waardoor je je kwaliteiten kan expressen. Ja. Snap je? In de manier hoe hij dat zou willen. En nu is het meer, nu denk ik veel hij meer ook, na. Hij heeft ook te maken met trainers, zeg maar. Dus daar had je gewoon zo'n veilige omgeving dat je het gewoon kon doen. En nu is dat nu misschien ook niet geaccepteerd door de trainer en daardoor ook niet door het team. Dus dan is een hele andere omgeving zo. Ja, hier bijvoorbeeld, in Nederland is het vaak bijvoorbeeld vanuit het tactische, weet je wel, van oké, nee, zo. En het lijkt alsof het maar één manier van denken is, snap je? Ja. Terwijl daar is gewoon van, bijvoorbeeld hier zegt ze geen rechte ballen in Nederland. Ja. Nou, ik had Quintero voor mij. Geef hem maar een rechte ballen, want als je die niet geeft, dan wordt hij helemaal gek. Ja. En dat is een speler, je weet gewoon van, het komt goed. Omdat hij gewoon, hij draait weg bij mensen, hij kan mensen versnellen, weet je wel. En ja, dat zijn... Je bedoelt het is een ander soort voetbal. Ze beleven voetbal op een andere manier. Ja. Je hebt daar middenvelders waar wij spreken die... Daar denken ze niet van, oké, je kan geen rechte bal inspelen. Ja. Hoe bedoel je? Met de man in mijn rug. Je moet Quintero inspelen. Ja. Snap je? Ja. En dat is wel een wezenlijk verschil. Het is wat minder tactisch, wat meer technisch misschien. Ja, het is meer technisch. Ja, je ziet al die jongens. Kijk, aan de andere kant, ik bedoel... Dat zijn ook niet jongens die echt alleen maar druk lopen te zetten of wat dan. Weet je wel? Dus dan komt er natuurlijk wel veel druk op de verdediging te staan. Ja. En heb je ook... In Portugal wordt op een andere manier verdedigd, schat ik zo in. Ja. Althans, als je gewoon naar die wedstrijden kijkt, dan zie je een verschil, denk ik. Is dat ook hoe jij dat hebt ervaren? Ja, de basis is gewoon hetzelfde. Want je wilt gewoon zo min mogelijk doelpunten tegenkrijgen. Ja. Maar de agressiviteit, en ik denk dat je daarop doelt, dat is gewoon anders daar. Is veel meer... bal en man. En hier is het meer de bal. En als je en even kan, kijken, het liefst kop je hem ook nog naar een En daar is gewoon van nee, alles meenemen, het liefst de bal en de man meenemen. En dat, wie stimuleert dat dan? De trainer bijvoorbeeld? Trainen, maar dat zit ook gewoon in de cultuur. Ja. Een beetje Zuid-Europese landen, in Spanje is dat ook zo een beetje, weet je. Ja. In Engeland is dat ook. Ja. Maar anders dan weer dan in Portugal of zo. En in Engeland is meer, ik weet niet, daar maken ze slidings en alleen maar slidings en dan terwijl in ons hoofd zouden we kunnen denken van, waarom laat hij hem gewoon niet uitrollen? Ja. En dan speelt hij hem gewoon naar de keeper toe. Ja. En dat had ik bij Stoke bijvoorbeeld. Speelden we, ik kwam toen vanuit Portugal en ik had nog in mijn hoofd, want wij speelden daar heel goed voetbal onder hem. En toen ging ik aan loon naar Stoke en ik had zoiets van, waarom schiet die keeper zomaar die bal naar voren? Ja. Ik zat toch gewoon vrij? Dus ik kreeg toen op een gegeven moment een bal en ik speelde hem naar de keeper. En ik had zoiets van... Wie was dat, Begovic? Nee, wie was dat toen? Butland? Ja, volgens mij was Butland, ja. Dus ik draaide open. Ik had zoiets van, keeper, speel hem gewoon weer in. En de fans hadden zoiets van, Bruno... Play the ball to the fucking other side. The goal is that way. En ik had zoiets van, weet je toch? Ja, toen ging ik me ook aanpassen en zo. En hup, die bal wat sneller naar voren passen. Maar het is eigenlijk minder jouw spel dus. Ja, maar ik heb ook heel veel geleerd. Ik heb ook heel veel geleerd van... Er zijn meerdere manieren om voetbal te spelen, weet je wel. En die mix, zo'n mix ben ik nu. Dus ik ben iemand die... Die als speler nu, die gewoon ook snel de diepte kan zoeken, maar ook wellicht mijn rust kan bewaren om het soort van opbouw te spelen, et cetera. Dus ik heb een goede, vind ik zelf, een goede wisselwerking. Vet eigenlijk, ja. Vind jij jezelf een completere speler dan toen je bijvoorbeeld WK speelde? Ja, 100%, ja. Ook echt zeker. Een betere speler? Dus. Ja, 100%, ja. En waarom zit je dan nu bij Nederland zelf, denk je? Omdat concurrentie beter is of... De concurrentie is nu wel is wel zwaar sowieso. Maar gewoon puur persoonlijk. Heeft niet zozeer met anderen te maken. Het heeft meer te maken met...
Ik ben nu veel completer omdat ik veel meer nadenk en situaties veel sneller kan inschatten dan voorheen. Voorheen dacht ik, zat het gewoon in mij automatisch. Doordekken. Dan kan ik me een keer herinneren, in het land tegen Italië werd al vooraf gezegd, let op, als je gaat doordekken, gaat die andere spits lopen. Dat doen Italianen heel erg. Ja. Ik had zoiets van, ja, doordekken. Want ja, als hij ingespot staat, dan moet ik gewoon kort en een beetje agressief. Nou, in de vijfde minuut kreeg ik een rode kaart, penalty. Omdat, weet je, ze speelden die bal in één keer. Ja. En in Nederland... Ze zijn heel slim. Bij een ingooi was dat, hè? Ja. Dan spelen ze in, Pirlo, huppa, in de hoek. En ja, Pirlo was daar meester. Was daar meester. Die brede ballen, zeg maar. Die dan een keer eroverheen... Dat was ik niet echt gewend of zo in Nederland, in de Eredivisie. Het is vaak, ja, alles gebeurt voor je. Ja. Beetje dat tactische. Hè? Ja. En dan weer eruit halen en dan weer dit. En dan, ja, nou, ik ben veel completer geworden. Maar het heeft niet zozeer te maken waarom ik nu niet... bij Nederlands altijd zit door middel van andere jongens. Maar tuurlijk, hè, er is veel meer kwaliteit. Er is wel kwaliteit, maar je moet ook, het is ook een beetje momentum. En ja, als er niet... Je moet ook kwaliteit leveren, punt. Dus ik denk dat ik wel in aanmerking nog zou kunnen komen als ik gewoon een hele goede steady lijn doorzet, man. Zoiets van de training. Nee. Op basis daarvan niet, man. Op basis daarvan niet. Want dan liever niet, man. Ik kan me één heel... Dat je me uithaalt zo. Nee. Ik kan me één heel specifiek interview van jou nog herinneren. Het is niet die 5-3-2, wil ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat het in dezelfde periode was. Ja. Daar vroeg... Misschien ging je net een transfer maken. Daar vroeg een journalist jou van hoe denk jij dat je toekomst eruit gaat zien? Iets in die richting. En toen zei jij... dat je een heel specifiek stappenplan voor jezelf had uitgewerkt. En dat deelde je dan met niemand, alleen met de mensen. Dus hij ging natuurlijk op doorvragen, maar dat wilde je niet delen. Ja. Maar ik voel me op, ja, misschien wil je dat nu wel, hoe dat stappenplan eruit zag. En of je tevreden bent met hoe dan je carrière, zeg maar, nu verlopen is. Ja, ik had natuurlijk een droom. En een droom is een droommoment als je doelen hebt, weet je wel. Ja. Nou, ik heb... bepaalde doelen heb ik zeker behaald. Ik wou international worden. Ik wou in de Premier League spelen. Ik wou financieel stappen maken. Dat heb ik allemaal... Het is allemaal gelukt. Maar ja, het leven loopt natuurlijk niet zoals je altijd maar denkt dat het op die manier gaat lopen. Onderweg ondervind je natuurlijk wel een paar tegenslagen en zo. Dus die je niet had verwacht. Waaronder een degradatie meemaken. Waaronder lange tijd geen international meer zijn. Terwijl je in je hoofd wel had van... Ja, ik wil dat. Weet je, het gaat alleen maar rising zijn. Maar ja, ben ik nu tevreden? Ik ben tevreden. Want ik heb nog zoveel plezier sowieso. En ik heb ook nog de wil, hè, om... Mijn grootste doel is om weer in Interland te spelen, weet je wel. En dat is nu mijn droom. En mijn doelen, dus daarom heb ik een keuze ook gemaakt... om het type voetbal te spelen waar ik het best tot mijn recht kan komen, weet je wel. Dat is bijvoorbeeld een doel, dat ik AZ heb, dat ik bij AZ ben gebleven. En daar werk ik nog steeds aan, man. Want zo'n... Ja, het is een heel duidelijk, zeg maar, stappenplan voor jezelf. En toen ik 21 was, had ik ook een heel duidelijk stappenplan voor mezelf gemaakt. En dat ging toen niet goed. En ik heb dat toen als heel soort van beknellend ervaren. Omdat ik dan niet voldeed, zeg maar, aan mijn eigen verwachtingen. Waardoor ik mezelf soort van daar heel erg naar beneden ging praten. Ja. Maar heb je dat ook dan een beetje gehad? Ik heb wel gehad dat je denkt van, hey, fucking hell, man. Brun, zo had je het niet voorgesteld, man. Ja. Van... dan kom je ook een bepaald soort twijfel, hè, van hey, kan je het wel? Of ja, kijk je wel realistisch naar jezelf? Ik weet dat, dat zulke dingen naar boven dan komen, weet je wel? Er komt twijfel, weet je wel? En uiteindelijk heb ik mezelf niet zo ver de grond in gepraat van bijvoorbeeld van hey, Brun, ja, je kan het wel niet. En nee, uiteindelijk is het voor mij, heeft het tot nu toe nog in ieder geval positief uitgepakt dat ik nog steeds plezier heb. Ja, dat is denk ik wel
de basis. Je moet wel altijd plezier houden. Tenminste, voor mij. En dat heb ik wel altijd kunnen houden in ieder geval, weet je wel. Mooi. Cool. Waar zit dat plezier het meeste in? Wat maakt voor jou voetbal het mooiste? Voetbal maakt voor mij het mooiste moment als ik win, man. Als ik voel van, ik heb energie om het uiterste weer van mezelf naar boven te halen. Gewoon weer proberen van, hey, net dit duel, net die paas. Ja. Weet je wat? Ja, dat kan daarvan genieten, man. Ja, dat is oh, en ook gewoon de emotie. Ja. Ook niet zozeer alleen maar bij winst. Want dan is het makkelijk, weet je wel. Maar de emotie bij verliezen. Dat is heel belangrijk. Dat heb ik echt ondervonden. Van, op het moment als ik verlies, van hoe erg ga ik ermee zitten? Dat heeft ook een soort waarde. Hè? Want op het moment, je hebt mensen die... Kijk, ik heb degradatie meegemaakt. Weet je wel, je hebt ook mensen die gewoon bij verlies zoiets denken van... Mm-hmm. Ah joh, het is wat het is. Maar bij mij niet. Dat ik toch boos word, et cetera. Dat komt van plezier. Ja. Wat ik nog erom geef. Dat doet er toe. Dat snap ik. Ja. En dat is voor mij gewoon... De houvast. Als ik dat allemaal niet meer zou voelen, ja, dan is het... Hey, Bruno, hang je. Bruno gaat naar de Algarve. Nee, Bruno gaat naar het noorden, naar Porto toe. Want, hè, daar word ik oud. Hopelijk. Lekker man. Ik denk dat we moeten afsluiten met een rondje aanraders van de week. Ja. Ik hoop niet dat wij dezelfde hebben. Ik sluit me er wel bij aan, maar ik heb een andere. Zal ik maar ja, start. Ja, ik heb... Ik ben lekker op dreef met boeken lezen de laatste tijd. Dus ik heb er weer eentje. Ik weet dat Bart me nu wil gaan verbeteren. Ik had vorige week een boek aangeraden. Toen vroeg Bart, mag ik er van je lenen? Toen zei ik, ik heb hem nog niet uit. Dat was een beetje... Ja, dat was... Ik vind dat je een boek was mag aanraden als je het laatste bladzijde hebt gelezen. Maar je kan hem niet aanraden. Hij komt er zo meteen. Nee, ik doe dat ook altijd. Maar ik heb nu een boek. Het allereerste boek wat ik heb aangeraden in de podcast was Tuesdays with Morrie van Mitch Albom. Hij heeft een hele reeks boek geschreven en ik heb nu laatst van iemand een ander boek gekregen uit die reeks. Dat heet The Five People You Meet in Heaven. En hij is een soort semi-religieus. En hij heeft zijn eigen projectie van hoe hij hoopt dat de hemel is beschreven. En wat de hemel voor hem is dat je overlijdt. En je komt dan op 5 verschillende plekken waar je 5 mensen ontmoet die op een bepaalde manier een rol hebben gespeeld in jouw leven. En of jij een rol in hun leven wat je niet helemaal ziet. Ja. En die geven jou alle 5 een les mee en laat jou reflecteren zeg maar op je eigen leven. Zodat je dan een bepaalde rust erin kunt vinden. En het is gewoon super mooi geschreven en het is, ik heb het letterlijk een anderhalve dag uitgelezen. Dus dat is echt fucking mooi. Alright. Thomas. Ja, ik ben gisteren, wat ik net al zei, had ik weer een avondwedstrijd. Dus toen ben ik 's morgens in mijn eentje als voorbereiding naar de bioscoop gegaan. Doe ik altijd. Ja, dat ook een soort ritueeltje. Hij is niet aanspreekbaar. Ja, heerlijk. Ik ben er niet lekker in dan. Maar ik ben naar de French Dispatch geweest. Film van Wes Anderson. Geniale regisseur vind ik. Super kenmerkend. Maar het gaat over een bijlage in een krant, volgens mij, een Amerikaanse krant. Die schrijven iedere week, volgens mij, of iedere maand een bijlage. En die bijlage die komt uit een stadje in Frankrijk. En dan zijn er 4-5 losse verhalen die ze laten zien in die film. En dat zijn een beetje... Ja, ik weet nou niet of ze echt heel erg veel met de werkelijkheid op hebben. Maar het beeld en de verhalen zijn grappig. En er zit echt een bizarre sterrenkast achter. Dus al die acteurs die altijd in die films van Wes Anderson komen opdraven, die zijn er weer allemaal bij. Dus dat is wel... Ik heb nog nooit zoiets gezien. Gewoon, ik heb het niet eens over het verhaal, maar gewoon puur hoe het eruit ziet. Ja. Gewoon alle scènes, alle kleuren. Alsof je in een museum bent. Ja, echt, ja. Ik had zo nog mooi. Maar waanzinnig. Ja, ze was heel schamelijk. Was niet gegaan. Nee, kijk, dat verhaal... Ja, het is een beetje komisch. Het is niet per se iets wat je heel erg raakt of zo. Het is wel grappig op zijn tijd. Maar gewoon hoe het eruit ziet... ik was echt onder de indruk. Ja, dus met al zijn films. Ja, man. Die zijn zo. Ik liep zo naar buiten en dacht, hoe saai en lelijk hebben we de wereld eigenlijk gemaakt? Zo grijs. Letterlijk wat ik dacht, al die huizen die op elkaar lijken. En als je dan niet, zeg maar, elke specifieke scène van hem is een schilderij. Ja, dat is echt schitterend te zien. Dus ik ben het mee eens. Maar ik ga de film Her aanraden op Netflix te zien. Misschien heb je hem gezien. Joaquin Phoenix speelt daar een beetje een eenzame... vastgelopen man.
Het speelt zich in een nabije toekomst af. En hij koopt een spraakcomputer. Zo'n artificial intelligent computer. En dat is zijn PA, zijn assistent. En dat wordt gespeeld door de stem van Scarlett Johansson. En hij wordt gewoon smoorverliefd op die spraakcomputer. En je begrijpt als kijker volledig waarom. Want ja, ik zou er ook in trappen. Ja. zij leert onderhand. Dus ze leert hem kennen. En ze praten en ze flirten. En het is echt heel erg geloofwaardig gedaan of zo. En normaal gesproken, zeg maar, die artificial shit in de toekomst, dat wordt een beetje zoals iets pessimistisch. Het is ook wel creepy, hoor. Want ook hij zit gewoon de hele dag met een koptelefoontje in zijn oor. Ja. Zit gewoon met iemand te praten die niet bestaat. Met die noise cancelling van Maar hij speelt het echt waanzinnig. Ik heb een tijdje geleden gezien. Ik vond het echt een toffe film om te zien. Nu jij. Nou, jij zei eigenlijk om een boek, hè, moet je hem hebben uitgelezen. Nee, nou, dat is zijn bord net. Ja, joh, ik heb dit ook niet gelezen. Nee. Ik moet op 20 pagina's. Oh. Ik ben blij dat niemand voelt moet rijden. Ik wou net nog vragen van, maar hoe was het fijn, man? Ja, moet je zelf lezen. Maar, je kan toch geen spoilers geven. Nee, ik had een boek gekregen. Ik ben eraan begonnen, maar het is heel moeilijk om doorheen te komen. Maar ik heb het aan meerdere mensen al gezegd. Aan Harry Mulisch. De ontdekking van de hemel. Die. En volgens mij is dat een topper of zo. Ja. Ja, ik heb hem gekregen. Dus, hoe ver ben je? Bladzijde 10. Net, echt net. Echt net. Dat zijn er 1000 ongeveer. Ja, nee, 901 of zo. Ik heb een paar maanden geleden aangeraden. Oh, echt waar? Ja, Oké, dat wist ik dus op niet. Op een gegeven moment zat hier in de podcast. Ja. Oh, dat wist ik niet. Op een gegeven moment zat ik er heel lekker in. Maar bij die laatste 300 pagina's denk ik wel vertering, man. Maar gewoon een keer klaar. Serieus? Ja. Maar het begin is lastig, hè? Eerlijk. Ja. Het is lastig. Maar wat het mooie is. Maar jij bent toch ook een beetje in Harry Mulisch gaan verdiepen? Ja. Dus ik ging even interviews opzoeken. Hey, wat een speciale man was hij. Wauw. Echt een speciale man. Wat voel je speciaal? Ja, gewoon zijn. Hij is gewoon zo droog. Zo droog. Ziet het. Denkt ook dat hij een soort van alleen op het. Hij leefde tenminste. Dat is wat ik eruit kon halen. Hij leefde alsof hij alleen op de wereld was. Mm. Ja, dat is voor mij best vreemd. Want je hebt toch, hè? Mensen om je heen. Ja. Hij zei iets over kinderen. Van ja. Nou, ik ga niet met mijn kinderen naar buiten of zo. En toen vroeg die interviewer van, maar waarom niet? Hij zegt, ja, daar heb ik geen zin in. Ik ga gewoon met de kinderen naar buiten. Ja, maar als je mij uitgelezen hebt, dan besef ik wel, je moet een hele bijzondere geest hebben, wil je dit kunnen schrijven. Ja, kijk, nou. Je hebt nog 890 pagina's te gaan. Ja, als je mij uit hebt, mag je nog een keer. Dat is heel leuk. Oké, leuk man. Ja, sowieso vet dat je er was. Alright, dan volgende week weer terug. Tot volgende week.